Meteen maar eens zien of die bal echt niet over de lijn is geweest. Ik telde hem al bijna. Keeper is opgelucht even dat hij niet telt. Er is geen doelpunt toegekend en zo te zien is dat terecht de juiste beslissing is. Moet gezien zeggen, hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Farfan heeft de bal. Over de lijn inworp. De bal gaat uit, inworp. Valencia. De scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. Ik ben benieuwd of er zo een kaart tevoorschijn komt. De spanning stijgt. En ze hebben nu nog maar 10 man. Ja, het ging gelijk op tot zover. En ik ben benieuwd hoe het nu afloopt met een man minder. Die aanvaller had boze plannen, maar daar steek je je stokje voor. Goed gedaan. Die tackle is correct. Prima gedaan. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Kijk eens. Hij kan alleen doorgaan of de bal afspelen. Ja, dat was natuurlijk buitenspel. Vargas. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Valencia. Ja, en nu? Dit wordt menens. Hij gaat erin, eigen doelpunt dus. Wat zal hij hiervan balen? Een verschrikkelijk moment voor een speler. Van eigen doelpunt. Een eigen doelpunt, dat is toch wel een nachtmerrie voor een voetballer. Dat duel wint hij glansrijk. Goed uitgespeeld. Wordt dit een doelpunt? Hij laat zich echt niet passeren. Valencia. Die komt er met de bal uit. Zambrano. Ze mogen ingooien. En hier een duidelijke afspiegeling van het spelbeeld. De ploegen zijn ongeveer evenveel in balbezit geweest. Ja, ze ontlopen elkaar nauwelijks. Nou, eens kijken wat hij doet. Heeft... Oh, knalhard schot. Valencia. We hebben de laatste tijd helaas weinig goeds van deze speler gezien. Hij lijkt behoorlijk uit vorm te zijn, hoor. Valencia. Ja, en nu? Ziet er gevaarlijk uit. Oh, net naast.
De bal wordt naar voren gewerkt. Het is een ingooi. Dit zou hem worden. Valencia. Hij krijgt hem op de slot. De bal loopt over de achterlijn. Hoekschop dus. Goed geprobeerd. En deed zijn uiterste best om met zijn hoofd bij die bal te komen. Maar dat mocht niet baten. Nee, dat klopt, Evert. Hij kon hem gewoon niet naar beneden knikken. Nou, dit was niet zijn beste corner, Evert. De scheidsrechter constateert buitenspel. Valencia. Daar ligt iemand op de grond. Wat kan dat zijn? Spierblessure. De verdediger heeft daar goed het oog in. Zo op het einde van de wedstrijd is dit een corner die van belang is. Ik ben heel benieuwd wat hieruit komt. Kopbal! Prachtige poging, dat wel, maar niet op doel. Hij strekte zich helemaal uit en hij kon de bal gewoon niet naar beneden koppen. Zo, daar gaat hij mooi voorbij. Die man is hij kwijt. Goed gedaan hoor. Je moet ze nu ook niet laten scoren. Buitenspel, gebaart de scheidsrechter. Mooi, even een hakje ertussendoor. Hallo, verdediging. Geweldig verdedigende actie, waarmee hij vrijwel zeker een doelpunt voorkomt. De wedstrijd is bijna afgelopen, maar we krijgen nog een vrije trap. De bal is alweer onderweg, vrije trap snel genomen. Een hele belangrijke corner op dit moment. Hier kunnen ze iets van maken. Ja, en nu Valencia. Daar hoeft hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. En hij wordt nu aangevallen. Dit is Van. Gaat de scheidsrechter geel geven of laat hij het hierbij? Einde wedstrijd, stand 1-0. Wedstrijd beslist door een wat ongelukkig doelpunt hoor. Ja, nou ja, goed, ze hebben het ergens ook wel verdiend. En dan is het wel knullig dat het met een eigen doelpunt gebeurt. Maar verdiend is het wel. Dames en heren, de wedstrijd zit erop. Ik wens u een prettige avond verder.